Want Freddy heeft oorsuizen. Of heb je het niet meer? Welke oor? Oké. Ik wil jullie vragen om allemaal je hand omhoog te steken. En de Heer te danken voor zijn genezing. Wil jij je bril even afzetten, Freddy? Vader, ik dank u wel, in de naam van Jezus, dat u niet alleen het oorsuizen geneest, maar ook hier, dat u gaat werken. Hier aan de afwijzing die Freddy mee heeft gemaakt in zijn leven. En ik verbreek de afwijzing, in de naam van Jezus. Verbreek de afwijzing, in Jezus' naam. Heer, en ik wil gewoon Freddy vragen. Freddy, als je je ogen dicht wil doen, zie je dan iemand voor je die je moet vergeven? Zie je iemand voor je die je moet vergeven? Ja? Ja, moeder. Wil je dat gaan doen? Zeg je, vader, ik wil mijn moeder vergeven in de naam van Jezus. Want waar vergeving is, daar zal genezing zijn. Hoor je mij? Ja. Ja? Hoor je nog het zuis? Ja, ik hoor het zuis nog wel. Oké. Gebied oorzuis. Laat Jezus. En ik reset op de hersenen. Jezus, naam. Hersenen. Ik reset jou nu. In de naam van Jezus. En ik reset het woord. Jezus, naam. Genees. Rustig.
Prijs koning Jezus. Halleluja. Volgende. Irene. Halleluja. Je oor, wat is het? Het gehoor vinden. Ja, dat was je handen, hè? Handen, hè? Ja, mijn vinger. Jouw vinger? Ja. Nou, vader, ze legt haar hand in uw hand. En ik dank u wel. Dank je wel, dat u eerst dit op dit wonder gaat doen. In Jezus naam, ik zeg tegen jouw vinger. Ik gebied de naam van Jezus te helen, te genezen. Genees. In Jezus naam. Wow. Dank je wel, vader. Gebeurt iets. Gebeurt er. Dat gaan we eens even met je doen. Voel je nog pijn? Nou, weg. Weg? Ja. Pijn is weg? Ja. Halleluja. Als je in mij knijpt. Knijp mij eens. Ja, nou, ik ga jou niet knijpen. Wie wil dat even doen? Want ik heb er niet zoveel kracht voor. Nog. Iemand die een stevige hand heeft. Nou, doe dat maar niet, want dan heb je al die ringen. Nou? Ja. Ja? Ja, is ver. Ja, in je oren. Je oren, had je ook nog iets? Ja, wat minder. Heb je van de boze boksen achter je oren of niet? Nee. Oh nee, nou dat niet. Oké. Oké. Welke is het? Allebei. Oké, een hele complete pakket. Ja. Vader, raak aan. Raak maar. Herstel. Ik gebied jou in de naam van Jezus om te herstellen. In Jezus naam. Jezus. En wel luisteren. Wel luisteren. Ja, ik luister. Ja? Ik denk aan mijn woord. Ik hoor. Kijk. Hoor je mij nog? En we geven je handen op draaien. Andersom draaien. Oh, andersom. En dan doe ik even mijn geluid uit. Want ze hoort het nu natuurlijk maar via de boos. Ik ga natuurlijk niet vals spelen. Wil je 1000 euro? Ik wil graag 2 miljoen. Ja. Ik hoor het 1000. 1000? Ja. Nou, prijs Jezus. Halleluja. Dankjewel, vader. Halleluja. Dank u, Heer. Jezus, halleluja. Vivian. Ja, toch? Halleluja. Ja. Ja, mijn dochter, ik dank je wel dat je hier vandaag aanwezig bent, zegt de Heer. Dank je wel dat je hier wilt zijn. En waar ik het vandaag over had, als je veel mee hebt gemaakt, mensen zien niet het bordje, zien ze op jou. Ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En dan kunnen ze verkeerde inschatting maken. En dat heb je vaak meegemaakt. Je bedoelt het zo goed. En je bedoelt het allemaal in liefde te zeggen. Maar soms dan gaat het net even anders. Maar ik heb het ook gezien, want ik ken je hart, Vivian, zegt hij. Van diep van binnen weet ik wie jij bent. En natuurlijk, we hebben allemaal wel eens een keer een excuus. Klein momentje om te zeggen van nou, ik wil dit liever eigenlijk niet doen. Of wel. Maar doe maar op jouw manier. Maar vraag gewoon aan mij, zegt de Heer. Als je elke dag gewoon aan mij vraagt, dan ga ik stap voor stap verder met jou. En zal je ontdekken dat ik een goede vader ben. Die enorm veel van jou houdt. Die jou lief heeft. Met een ongelooflijke liefde. Mijn hart staat in vuur en vlam voor jou, zegt de Heer. En ik dank je. Oh, vader.
Vader, ik dank u wel, ook voor uw genezing. En ik zeg tegen jou, Vivian, genees in Jezus' naam. Vivian, laat het oude, laat dat maar los. Want zie, ik maak alles nieuw. En dat doe ik vanaf nu, vanaf vandaag, in jouw leven. En Vivian, zoek elke dag mij. En dat zal je mij vinden. Want mijn hart gaat naar jouw hart. Je bent mijn geliefde dochter. Mensen kunnen jou afwijzen. Maar ik wijs jou nooit af. Nooit in te nummer. En als je straks opstaat, Vivian, dan sta je op in een vernieuwde kracht van Jezus. Dan sta je op in een kracht van Jezus. En dan zal je als een adelaar zijn. Die woorden heb je vaker gehad. Als een adelaar. En dan zal je je vleugels gaan uitstrekken naar het nieuwe. Naar mijn grootheid en naar mijn koninkrijk. In Jezus' naam. Halleluja. In Jezus' naam. Sta maar op in de vernieuwde kracht van Jezus. Ja, kijk. In de vernieuwde kracht van Jezus. Wat gebeurt er met jou? Wat gebeurt er? De kracht van God is zwaar op mij. Ja. Autoriteit van de levende God van jou. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Laat het maar even lekker liggen. Halleluja. Zijn er meer mensen die genezing nodig hebben? Zijn er meer mensen die genezing hebben? Femi. Plaatsen, weet je dat? Hebben jullie dat ook al gezien vandaag? Ik zie al een verandering in haar. Het is een paar keer geweest. Halleluja. Prijs kan Jezus ervoor. Vader, dank je wel. Dat ik Femi mag brengen. En uw heiligdom. En Vader, in uw heiligdom daar is genezen. Daar is bevrijding. Daar is herstel. En ik gebied jouw lichaam. In de naam van Jezus. Kanker. Ik gebied jou. In de naam van Jezus. Om nu dit lichaam te verlaten. In Jezus naam. En ik zie Femi, ik zie boosheid. Dat zie ik in jou. En ik wil jou vragen, wil je alle boosheid loslaten? Wil je dat? Mag ik ja horen of nee? Ja. Ja, Vader. Zeg maar, Heer, ik geef al mijn boosheid aan u. Heer, ik geef al mijn boosheid aan u. Alles in alles. Ik laat me niet langer neerdrukken door boosheid. Ik laat me niet langer neerdrukken door boosheid. Ik laat me niet knechten door boosheid. En boosheid is niet mijn vriendje. En daarom wijs ik het nu af. In Jezus naam. Genees. Tumor eruit. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Wat gebeurt er? Ik voel iets. Er gebeurt iets met jou. Ja, een beetje lichter of zo. Ja, ik kan wel een kilootje lichter worden. Dank je wel, vader.
blijdschap nu in de naam van Jezus zal je dat ontvangen. Ik kwijn in de geest. Ik gebied je nu eruit te gaan in de naam van Jezus in een lofgewaad. Zal je nu ontvangen. Jezus. Jezus. Vreugde, vreugde, vreugde. 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 Vreugde in Jezus' naam. Vreugde die zuur is jouw kracht. Ja. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Het was al een beetje moeilijk, ze is een beetje bevroren. Ja. Nou, ze lachten net even, hoorde je dat? Schaterlach. Wiksmaaien. Wiksmaaien, heerlijk, dank u wel dat de vreugde is haar levensadem. En ik spreek tot haar levensadem. In Jezus' naam. Leef! In Jezus' naam, leef. Halleluja. Amen. Halleluja. Wil maar. Ja, Vader, ik dank u wel dat ik met Wilma bij u mag komen. Vader, u weet haar lief. U weet haar. U kan haar. En Vader, ik dank u wel. Dank u wel dat Wilma vandaag hier is. Mijn geliefde dochter. Ik zeg tegen jou dat je bent mijn geliefde dochter. En dat mag je ook voelen. Heel diep van binnen in jou mag je voelen die geliefdheid. Er mag een stroom van Gods liefde nu door jou heen stromen. Een stroom van zijn zegen. Ik bemin jou, zegt hij. Ik heb je lief. En dan wil ik die stroom van Gods liefde door je heen laten vloeien nu. En dan mag al die teleurstelling, mag die nu uit. In Jezus naam. Genees haar. Genees. Mijn dochter, ik heb nog zoveel moois voor jou. Klaar liggen. Zoveel. En mijn dochter weet ook dat de vijand zit niet klaar. Die zit al klaar. Die probeert zoveel dingen bij je weg te roven. En de duivel die weet ook dat je zeer gevoelig bent. En soms te vragen mensen, hoe gaat het met je? En dan is dat is in. Want eigenlijk willen wij die emoties niet laten zien. Vinden we dat heel moeilijk. Ik had het ook, vond het ook zo moeilijk om mijn emoties te laten tonen. Het was ook voor mij Maar de Heer heeft een plan met jou. Bedoel ik? De Bijbel zegt, gij zijt het licht van deze wereld. En misschien heb je wel in een klein beetje in een soort hoekje gezeten. Om eigenlijk even dat licht niet te willen zijn. Gewoon even in het hoekje. Maar gewoon niks doen, klaar. Ik heb er geen zin in. En ik herken dat. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Want pijn is niet altijd leuk. En waar je juist pijn op loopt, dat is juist in de kerk. Daar loop je heel veel pijn op. Je wil alles met je hart doen. En je doet ook alles met je hart. En dan op dat moment komen de broeders en zusters. Die eigenlijk dingen tegen je zeggen wat niet leuk is. En dat ligt maar gewoon bij mij. Want mijn dochter. Ik heb een hoop voor de toekomst voor je. Weet je dat?
Je hebt weer een mooie stap gemaakt. Stap om vandaag hier te zijn. Heel dicht bij mij. Heel dicht bij mijn vaderhart. En jij kan het zo goed verwoorden, het vaderhart van mij. Want dat weet je. Je weet wie ik ben. En dan wil ik je ontarmen met mijn liefde. Dan wil ik je kussen. Net als de Hooglied. Wilma, dit is de dag van genezing. Dit is de dag. Mag je uit je kotsen komen. Mag je genezen. Mag je de warmte voelen van mij als vader. In de Jezus naam. Jezus naam. Ontvang. 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 Ik voel de aanwezigheid van de Heer. Amen. Ze voelt zo de aanwezigheid van de Heer Jezus. Prijs de Koning Jezus. Dus hoe gaat het met jou, Freddy? Ja, het is nog wel. Ik wou zo nog wel even naar het even voor de brug. Ja. Oké, dan blijf maar even lekker zitten. Vader, ik dank je wel. Dankjewel, hier dat ook Freddy in rust mag komen. Dat voel ik heel duidelijk, het woord rust. Want je bent de laatste tijd zo aan het hollen geweest. Je was op de draafbaan. Ja. Je herkent het wel, en die paarden die dan daar doordraven en doordraven. Zoals je ook een beetje, op die draafbaan. Maar nu mag je even in je stilstand gaan staan. En dat vind je zeker heel erg lief. Want stilstaan is voor jou, denk jij, dat het achteruit gaan is. Maar stilstaan is stilstaan bij mijn vaderhart. En mij te omhoog ontdekken. En ook genezen. Ik spreek genezing uit ook voor je rug. Jezus staan. Jezus staan. Ga eens even staan. Probeer eens even. Heb je toch nog pijn? Dus even, ja, nee, eerst even zo lekker. Stijf, als stijf. Ja, dat is ook allemaal stress, weet je dat? Het is allemaal stress. Allemaal stress. En ik gebied de stress in de naam van Jezus. De ruit in Jezus' naam. De ruit in Jezus' naam. Nu. Eruit in Jezus' naam. Stress eruit in Jezus' naam. Ik zeg tegen jou, de duivel. Ik gebied jou in de naam van Jezus om Freddy los te laten en hem niet langer te terroriseren. In Jezus naam. Juist, denken vernield, vernield. In Jezus naam, in Jezus naam, in Jezus naam, in Jezus naam. Jezus naam. Ja, ook een beetje vreugde, vader. Giet maar even een emmertje vreugde uit over hem. Een beetje ha-ha-ha. Ja, Heer, de vreugde des Heer is uw kracht. Heer, dat is onze kracht. En ik spreek vreugde uit. In Jezus naam, halleluja. Wat kon je niet doen? Kon je iets niet tillen? Ja, dat wel. Dat wel. Oké, anders mocht je andere even omgeven. Nee, dat ben jij de kind, Jos. Oké. Emotie. Sonja, kom naar voren.